Je hebt net je testrit gereden hier in Vorden. Het zag er goed uit volgens mij. Het voelde ook goed, dus dan is het goed. Ja. Ik heb natuurlijk nog niet het laatste gereden. Ik heb een beetje op de controle gereden. Dat is natuurlijk nou ook mooi van hier. Je kunt die proef natuurlijk nou een beetje gebruiken als een test, ook echt. Dus ja, voelde goed. Ja, Pasjewel oogde ook scherper en fit. Dat was hij ook en dat is hij ook. Ja. En daar ben ik heel blij mee. Wat ga je nu de komende dagen nog doen? Ja, eigenlijk moet ik eerlijk zeggen, dit was de eerste keer weer dat ik een proef doorreed en dat ik überhaupt dat oefening heb gereden. Dus we gaan de komende 2 weken gebruiken om een beetje proefgerichter te trainen. Een klein beetje meer de puntjes op de i en de oefeningen weer. Nou, dan is hij er wel klaar voor, denk ik. Als je nu naar je rit van vandaag kijkt, je zult hem zo alleen nog gaan analyseren. Maar heb je al een idee waar je nog een paar puntjes op het i'tje moet zetten? Ik moet eerlijk zeggen, ik was heel blij met de controle die ik had eigenlijk in de proef. Dat is ook wel eens iets minder geweest. En dat zijn wat fine-tuning dingen. Ik heb bijvoorbeeld nog helemaal geen uitgestrekte draf geoefend thuis. Dus dat gaan we nou een klein beetje weer perfectioneren. En dat is nog niet helemaal zoals ik het wil hebben. Linker pirouette kan nog iets mooier. Er zijn nog wel wat kleine dingetjes. Piaf en passage waren weer indrukwekkend mooi, hè? Ja, dat was weer als vanuit, hè? Ja. Dan is het genieten, of niet? Ja, dat is geweldig. Dat gevoel is ook echt, echt heel gaaf. Wanneer had jij door dat de rit van vanmorgen goed was om je plaats in het EK-team af te dwingen? Toen ik foutloos de proef doorkwam, zo ongeveer. Nou ja, goed. Ik weet in ieder geval dat hij fit is en dat ik wel denk dat ik hem er klaar voor heb. Dus, In ieder geval heel veel succes met het zetten van de puntjes op de i. En heel veel wijsheid en geluk en vakmanschap in Herning op het EK. Dank u wel. Jacob Melissen, KNS Paardensport TV.